Meneer Stoffer. Oh, sorry, ik heb de uitlokking is geslaagd, voorzitter. Ja, voorzitter. Ik ben ook wel benieuwd welke vraag de heer Omtzigt van mij verwacht dat over die één verdient. Dat mag ik niet zeggen van de voorzitter, dus u moet het zelf bepalen, denk ik. Nou, kijk, laat ik het dan zo doen voor. Er ligt een hele mooie motie natuurlijk van de heer Van der Staaij en de heer Omtzigt. Maar die is al 2 kabinetsperioden geleden. En de opdracht is eigenlijk om die kloof te verkleinen in het volgende kabinet. Nou, dat is niet gelukt. Nee. Maar laat ik dan de vraag stellen of we die opdracht door zouden kunnen geven aan het opvolgende kabinet weer. Dus nu, om daar de komende jaren echt met elkaar te kijken of we daar stappen kunnen zetten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die 2 miljard lastenverlichting die nog niet helemaal ingevuld is volgens mij, maar er ligt 2 miljard ruimte voor 2025. Misschien zouden we daar al praktisch iets mee kunnen doen de komende periode. Ja, ik ben nog heel benieuwd of die ruimte er nog is nadat de minister van Financiën, en ik zie hem daar helaas al knikken, zeg alsjeblieft nee, zeg ik tegen minister Heijne, dat er minder ruimte is dan hij denkt voor die lastenverlichting op dit moment. Voor mij was op dit moment is, ja, nu wordt het heel ingewikkeld, voorzitter, maar we gaan een sociale zekerheid en belastingtechnisch antwoord geven dat vooral voor eenverdieners en eenverdieners ook waarbij de partner niet zoveel verdient, dus bijvoorbeeld een heel klein baantje heeft, dat juist die groep is die zelfs onder het sociaal minimum onder de bijstand komt. Dat was eigenlijk mijn eerste bedoeling van de hoeveelheid geld waar de heer Dassen net al beslag op probeerde te leggen voor zijn overigens ook lovenswaardig initiatief. Daar zou ik graag een oplossing voor willen hebben. Het is niet voor niks dat wij gezegd hebben, de afbouw van de dubbele heffingskorting in de bijstand gaat even niet door. Dat komt ook precies die groep ten goede, zeg ik u erbij. Is dat voldoende of zoveel als de heer Stoffer zou willen? Nee. Maar het is een stap. En helaas lukt het niet altijd alles te krijgen in onderhandelingen van wat je zou willen. Afrondend. Ja, voorzitter, dan 2 dingen, dat doe ik in 1 keer. Nee, 1, kijk, ik snap best dat we niet het compleet op kunnen lossen in het komende belastingplan en in de komende begrotingen die nu voor het jaar 2025 gemaakt worden. Maar dat we een eerste stap zouden kunnen zetten, dat zou heel mooi zijn. En dan kunnen we doorkijken wat kan de jaren erop. Dat is 1, dus ik trek graag met de heer Omtzigt op, voorzitter. En het tweede, minister Heijnen is natuurlijk heel erg goed en daar vertrouw ik op in om te zorgen dat het financieel allemaal een beetje degelijk blijft. Maar 1 tip voor de heer Omtzigt. Die VVD is een beste partij, maar die kloof 1 verdieners, 2 verdieners, daar hebben ze niet zo'n best trekrecord op. Dus hou hem in de gaten, zou ik zeggen. Laten we dat samen doen. Ja, voorzitter, ik wil graag het voorbeeld hebben van een minister die ik niet in de gaten heb gehouden, want dan ga ik naar mijn leven beteren. Heel goed. Tot zover. Ik schors even voor een korte plaspauze van 3 minuten.